Stichting SUEID heeft vanmorgen een symbolische cheque overhandigd aan bisschop Karel Tooney. De monsigneur heeft namelijk de leiding van het bestuur van de Stichting voor het Kind. De cheque heeft een waarde van 29.000 SAD. SUEID heeft in de maand september haar eerste activiteit gehouden, te weten de Sudan Eid, waarbij 4 bedrijven elke week een week lang een product in de aanbieding hadden en een deel van de opbrengst hebben gedoneerd aan de stichting. Het geld van deze activiteit was ingezameld voor Stichting voor het Kind. De bedrijven die hieraan hebben meegewerkt zijn Fernandes Bakkerij, ProTrade International, Choice Supermarket en Lucky Store. Giovanni Seggen, voorzitter van Stichting SUEID, gaat nader in op de nadere activiteiten van de stichting. We starten half november met een sms-actie, waaraan 6 bedrijven zich al hebben gecommitteerd. En 30 dagen lang kunnen mensen dan een sms sturen waarmee ze 2,50 doneren aan SUEID. En elke dag maken alle mensen die kans maken, die sms'en, die maken dan kans op een prijs, 30 dagen lang. En we zijn nog op zoek naar een hoofdprijs voor de sms-actie. Als dat komt, dan is dat heel mooi. Zodat we nog meer mensen kunnen enthousiasmeren om te sms'en. En als het niet komt, jammer, maar we denken dat de prijzen die we nu hebben al meer dan reden is om een sms te sturen. Nog afgezien van het feit dat je daarmee SUEID en Stichting voor het Kind ondersteunt. Half november moet ook SUEID Mond van start gaan. En dan bedoel ik letterlijk eten. Het is een soort van restaurantweek, maar dan een hele maand lang. En in december starten we met de campagne die jullie gewend zijn. En als het goed is, begint die op 9 december. We zijn nog in onderhandeling met een aantal locaties. Maar als het goed is, zijn we heel dicht bij de locatie waar de start is. Volgens bisschop Tooney zal er met dit bedrag een aanvang worden gemaakt om het gebouw van de Stichting voor het Kind te renoveren. Hij geeft verder aan dat hij ook bezig is het personeel te versterken met buitenlandse religieuze zusters. Ik moet dus nu zorgen dat hun machtiging tot kort verblijf in Suriname wordt geregeld. Dan kunnen zij het Nederlands leren en zich voorbereiden op deze taak. Maar het is al 100% zeker dat ik een team krijg van 3 religieuze zusters die helemaal toegewijd dit liefdewerk zullen doen. Daarnaast zijn er altijd vrijwilligers geweest die vanuit de psychiatrie, de psychologie en maatschappelijk werk verbonden waren aan de Stichting voor het Kind. En die willen hun schouders er graag weer onder zetten. Monsigneur Karel Tooney, die leiding geeft aan het nieuwe bestuur van de Stichting voor het Kind. Hij heeft vanmorgen symbolisch een cheque overhandigd gekregen van het bestuur van Stichting SUEID. De cheque heeft een waarde van 29.000 SAD en is ingezameld tijdens de Sudan Eid actie. De overhandiging vond plaats op de eerste verdieping van het VAT aan de Kleine Waterstraat.